Daar waren twee monniken, Hans en Joop, in een klooster op de heuvel. Ze sleten hun tijd en dat was een hoop, met sigaren, wijn en gekeuvel. Ze kletsten over Jeruzalem en ze loofden de Heer met psalmen. En zo kon je Hans eerste en Joops tweede stem door de omtrek horen galmen. Of ze gingen naar het dorp beneden om daar de Heer te loven. En dan stemden ze op de KVP en dan gingen ze weer naar boven. Er klopte daar een meisje aan, dat hebben ze opgenomen. Want ze miste bij het zingen een goede sopraan, daar ze zelf niet zo hoog konden komen. Ze waste hun kleren, het wit goed en bont, en ze maakte hun nieuwe sandalen. In het klooster ging de wijnfles in het rond en in het dorp de roddelpalen. Het meisje begreep dit en is weggegaan na een afscheid met veel tranen. Joop gaf haar een hand wat hij nooit had gedaan en Hans voor de reis van bananen. En s'avonds zongen ze in duet een lied dat sneed door je bergen. Het meisje hoorde dat net een antwoordde over de bergen. Maar toen kwam er een man naar het dorp op de fiets en hij sprak, zo kunnen we het niet laten. Dat meisje moet terug, anders hebben we niets hier beneden om over te praten. En nu zingen ze weer met z'n drieën in koor en wassen ze weer hun kleren. En ze krijgen er zelfs subsidie voor, want Gods kinderen zijn rare peren.